Deze expositie moest er komen omdat op 12 september 2024 het 100-jarig verjaardag was van Amilcar Cabral. De vrijheidsstrijder van Kaapverde en Guinea-Bissau. En ik vond het belangrijk dat Kaapverdianen, mensen van Guinea-Bissau, maar zeker mensen daarbuiten, weten over Amilcar Cabral. Cabral in zijn verhaal betekent de vrijheid, strijd voor de vrijheid om jezelf te zijn, om trots te zijn op wie je bent, trots te zijn op je cultuur, op je geschiedenis. Op mijn 18e ging ik voor het eerst naar Kaapverde en daar ontdekte ik dat het huis van mijn familie, van mijn oma en mijn moeder, voormalig huis was van Amilcar Cabral. In Rotterdam is de grootste Kaapverdiaanse community. In de jaren 60 kwamen veel Kaapverdianen hier om te werken in de havens. Morabeza Records is hier opgestart en al dit samen vond ik belangrijk dat juist hier de expositie komt te staan.